Yes, yes, yes. Uh, welkom bij een nieuwe uh, Jordis Whiteboard. En we gaan het hebben over webinars en LinkedIn live. Um, ja, Je werd er natuurlijk in coronatijd mee doodgegooid. Iedereen deed het. Live events konden niet meer. Maar nu zit juist eigenlijk wel weer een mooi middel, nu een beetje die hype afgezwakt is, is het juist iets aan Growth Managers om hey, de kans hier weer van in te zien. Nou, ik heb een paar tips. Allereerst bedenk goed dat webinars eh, en ook LinkedIn Live en andere variaties van live, kom ik zo op terug, dat dat heel erg in het midden van de funnel zit. Je gaat ervan uit dat ze je al een beetje gezien hebben, dat er al bekendheid is. Je wil autoriteit uitstralen met een webinar dus. En dat doen we dus door mid-funnel. Daarna proberen we ze verder in de funnel te duwen, onderin de funnel, met bijvoorbeeld een vervolgsessie, in een roundtable. Of we bieden een whitepaper aan, of we bieden ze een scan aan, of een adviesgesprek, in ieder geval iets later in de funnel. Een webinar is een mooi middel daarboven, waarbij je One too many, laat zien wat je allemaal kan, zodat je dus die autoriteit bent. Um, ik heb een paar uh, tips, maar laten we eerst even bij de verschillen tussen uh, software en live stilstaan. Um, software bedoelen we mee, tools als WebinarGeek, Nederlandse club, prettige software. En de internationale grotere variant daarvan is Livestorm. Um, ik zou tussen die twee kiezen, kijk wat het best bij je past. Um, en dat vergelijken we eventjes met LinkedIn Live en YouTube Live. Want dat zijn eigenlijk de twee voornaamste waar je meteen live wilt gaan dan. Um, dit is heel erg een opkomst dat live gaan. Dat uh, betekent dus ook dat het live is en dus niet opgenomen kan worden. Um, je kan het overigens wel laten downloaden, maar ik bedoel ermee dat je dus niet van tevoren kan faken alsof je er live staat. Dat gebeurt nog wel eens bij webinars. Dat kan namelijk wel bij Webinar Geek bijvoorbeeld. Moet bij je passen. Um, je weet wel in ieder geval dat het foutloos is. Ik zeg, het heeft juist wel zijn charmes als het ook wel eens een beetje fout of hakkelen gaat. Dat is juist eerlijk en menselijk. Dus ga je daar niet voor. Um, voordeel van dit is dat je ook call to actions kan toevoegen. En je kan bijvoorbeeld doorverwijzen naar een website met uh, pop-up buttons bijvoorbeeld. Dat is net eventjes meer vrijheid. Voordeel van live gaan en dan vooral op LinkedIn... is dat je gewoon heel snel veel bereik hebt. En iedereen die een vraag stelt, dat wordt meteen gezien als een comment in het LinkedIn-algoritme. Wat betekent dat je... Nog meer bereik zult gaan genereren, want het algoritme is heel gevoelig voor veel comments. Dus dat is, uh, heeft heel eerlijk heeft wel mijn uh, voorkeur. Dan nog even een paar tips wat betreft de structuur: doe het bij voorkeur met z'n tweeën, al dan niet met een partner, maar misschien ook wel gewoon makkelijker uh, met een uh, collega waarbij je de dialoog aangaat. Dus één iemand is de host, één iemand gaat inhoudelijk te werk en de ander stelt vragen. Um, en hou het kort, doe het snel, 20 tot 30 minuten. Hoop interactie met het publiek via een poll bijvoorbeeld. Dat is ook een groot voordeel van webinar geek. En die call to actions kan je dus toevoegen. Um, maar als je dan gaat oefenen, je kan eventueel een dry run doen hoor. Ik doe dat zelf nooit, maar je kan dus even oefenen uh, en vraag dan natuurlijk feedback bij het team. Betrek ze daar ook bij. Probeer er een reeks van te maken. Dus een vervolgsessie elke maand. Ongeveer hetzelfde onderwerp, maar weer een nieuw klein subthema wat je gaat uitlichten. In ons geval, als het over growth hacking gaat, en dat het thema altijd is, dan zou een subthema zijn LinkedIn. Het kan ook gaan over webinars aan zich. We hebben laatst een webinar over webinars gegeven. En zo gaan we elke keer proberen lading te geven aan dat hoofdonderwerp, wat in ons geval growth hacking is. Ik krijg vaak de vraag: wanneer moet ik mijn webinar nou doen? Op welke dag, welke tijd? We hebben veel getest daarmee. De conclusies die we kunnen trekken, is dat 's ochtends' minder goed dan 's middags, en 's avonds' überhaupt gewoon niet werkt. Een uitzondering, dat zijn de roundtables. Die zijn dan wel prettig s'avonds. Um, en dan bij voorkeur om acht uur. Maar we hebben het hier over webinars. Dan zou mijn advies zijn, probeer het gewoon door de week, liefst dinsdag, woensdag, donderdag, om ongeveer twaalf uur te doen. Of half één, rond lunchtijd in ieder geval. Je ziet dat veel mensen als ze thuiswerken een broodje pakken en een webinar willen bijwonen. Althans, dat denken ze. Lang niet iedereen zal erbij aanwezig zijn. Um, en als je het dan op de vrijdag doet, dan zou uh, het om drie uur goed zijn. Want men is er een beetje klaar met werken. En wil graag naar de borrel. En wil nog even een uurtje chillen en luisteren. Nou, dus om drie uur. Wat je daarvoor nodig hebt, is minder dan je denkt. Probeer het niet te ingewikkeld te maken. We hebben wel eens klanten die hele schermen en professionele apparatuur huren voor hem. Hebben daar. Ja, dan pak ik het wel heel serieus aan. Hier hebben we het meer over gewoon snel. Snel, uh, kwal. Kwaliteit enigszins, maar ook kwantiteit. Want dat levert uiteindelijk het resultaat op. Dus doe het gewoon met je eigen laptopcamera. Uh, zet hem wel wat hoger. Dus niet naar beneden kijken, maar even een tip van mij. Zet hem wat hoger. En uh, een microfoon maakt het verschil wel. Dan voelt het meteen veel kwalitatiever aan. Dus investeer vijftientjes in een Blue Yeti Small of een Blue Yeti gewoon uh, van 100 euro. En dan uh, ben je helemaal op mannetje, want dan is het veel professioneler. En licht. En dan uh, zo'n uh, beetje een make-up art, uh, artist heet dat volgens mij. Dat betekent dat het zo'n cirkel is. Ik heb geprobeerd die te tekenen. En daar komt dan licht uit. En die zet je achter je uh, laptop. Zodat je ook van voren veel licht hebt in je gezicht. En dat zorgt uiteindelijk ook voor een veel professionelere indruk. Die heb ik hier ook staan overigens. Dan wat betreft promotie. Want dan ben je er natuurlijk nog niet. Je moet uh, veel aanmeldingen hebben. Dat zorgt uiteindelijk voor die leads. Die mid funnel. Je wil ze capturen. Dat betekent dat je veel promotie moet doen. En bij voorkeur, ga ik op deze kant staan, doe je dat middels een LinkedIn event. Dus maak een LinkedIn event aan voor je webinar. Dus ook. Dat hoeft niet per se een live event te zijn. Dus. Met dit LinkedIn event ga je je eerste graadse connecties uitnodigen. Eventueel ook geautomatiseerd. Tweede graads connecties, maar vooral die eerste graads, je connecties die je al hebt, die ga je uitnodigen, geautomatiseerd met tools als LinkedIn Helper bijvoorbeeld, voor um, jouw LinkedIn event. Men kan heel makkelijk met een druk op de knop aanmelden, ze dus verder niks in te vullen, heel laagdrempelig. Dus maak het zo simpel mogelijk. Trouwens, tip ook als je wel Webinar Geek of Livestorm gaat gebruiken, zo min mogelijk velden. Algemene regel, maar die geldt zeker ook bij webinars. Um, schrijf er een aantal social posts over. Spreek voor zich zou je zeggen, maar maak ook suggesties voor het team. Laat iedereen dit delen met een persoonlijke profiel, grote bereik en dien suggesties in via de bedrijfspagina, zodat iedereen een variant daarvan kan promoten. Maak het ook zo simpel mogelijk door alvast kant-en-klare afbeeldingen mee te sturen die ze kunnen, uh, ja, kunnen gebruiken. Een nieuwsbrief, optioneel, maar wel lekker natuurlijk. Als je dan toch een achterban hebt, laat die ook meteen joinen. Het is weer een contactmoment. Eventueel aan te vullen met ads. Dat doen we bijna nooit overigens, maar het kan natuurlijk wel. En een kleine tip is, zet het ook meteen in je e-mailhandtekening. Laat iedereen dat doen. Dan en dan een webinar met een afbeelding eventueel, maar in ieder geval tekst, linkje erbij. Meet dat allemaal goed. Groot voordeel van Webinar Geek is dat je heel makkelijk de source kan meten. Dus je maakt gewoon aparte linkjes aan, kan je zien wat heeft dit opgeleverd, wat heeft de nieuwsbrief opgeleverd en wie heeft uiteindelijk gewonnen, dan krijgt een flesje wijn bijvoorbeeld. En uiteindelijk is dit niet echt een hack, maar het is gewoon een bewustwording. Laat iedereen het constant zeggen. Dus laat sales het ook benoemen. Laat ze niet zomaar ophangen, maar laat ze zeggen: Trouwens, dan en dan. Onlangs hebben we hier een webinar over. Misschien ook interessant. Ik zal het linkje even sturen. Kijk er maar naar. Misschien heb je er iets aan. Oftewel, het moet overal constant benoemd worden. Bijna tot het met secretaresse aan toe: overal. Eén. Um, Derde, dat is namelijk wat de verwachting is dat er ongeveer op je webinar zal afkomen. Soms 20%, soms 40%, maar er zal, zal meer no-show zijn dan show. En dat is ook niet zo gek. Men denkt, al oh, lekker, over twee weken ga ik me even aanmelden. Dan doe ik dat wel. Dat gebeurt uiteindelijk niet, of nauwelijks. Nou, um, ja, als je dan trouwens die promotie doet, en ik zeg twee of drie weken, dat is ook wel echt het minimum waar je moet starten uh, met de promotie. Dus drie, we houden in ieder geval drie weken aan. Um, liever zes met voorbereidingen en zo mee, maar vanaf drie weken moet dit hele rijtje ingezet gaan worden. Een automatische reminder is wel handig. Ook WebinarGeek zorgt daar automatisch voor. Dat kan je hier ook wel doen. Uh, zorg er dan voor dat men gewoon automatisch reminders krijgt. Um, en als je dan die aanmelding gehad hebt en het webinar zit erop, vraag iedereen dan hoe vond je het? Even een kleine hack tussendoor. Ook de mensen, die twee derde die niet aanwezig was, hoe vond je het? Je weet dat ze niet aanwezig waren. En sommige bluffen, dat is wel lachwekkend af en toe... dat men toch doorheen gaat bluffen, proberen althans... terwijl je weet dat ze er niet waren. Maar de gedachte erachter is, is dat als men uh, jou aanhoort... en ze zich bezwaard voelen dat ze er niet bij waren... dat je de mogelijkheid krijgt om het even samen te vatten. Dus je zegt, geef niet, geen probleem. Ik ga het even voor je samenvatten, dan zijn we in een paar minuten klaar. En dan weet jij precies wat de belangrijkste insights waren van het webinar. Oftewel, het is meteen weer een mooie... Tussenfase eigenlijk, lager in de funnel. Hier staat tussenfase. Uh, of je gaat het meteen over sales hebben natuurlijk als ze, zich niet, um, ja, als ze niet aanwezig waren. Als je dan klaar bent, dit is natuurlijk iets wat constant doorgaat, probeer iedereen op te volgen. Dus ook uh, de mensen die er niet waren, juist de mensen die er niet waren dus. We halen meer leads uit afwezigen dan aanwezigen, Dat is wel grappig. Um, maar um, vervolgens is het zonde als er niks meer mee gedaan wordt. Dus je kan twee dingen doen met je download. Uh, dat kan zowel bij Streamyard als bij de software tools. Um, download hem, zet hem op YouTube en plaats hem vervolgens ook weer in je blog. Dus schrijf hem uit, gooi automatische ondertitelingen eraan, schrijf dat uit, zodat men ook weet waar het over ging, dat je ook een lezer hebt en dat ook Google weet waar het over ging. Dat is wel lekker. Uh, je kan mensen natuurlijk weer daar naartoe verwijzen. Als het gaat om lead generatie, dan kan je hem beter gated maken, zoals we dat noemen, oftewel achter een formuliertje. En dan kunnen mensen hem terugkijken on demand, zoals dat heet. Uh, en dan kun je inderdaad, wanneer je wil, het webinar terugkijken. Ik ben hier iets minder fan van. Ik zou hem gewoon lekker uh, op YouTube plaatsen. Uh, de afweging die je hier moet maken is: wil ik veel bereik? Wil ik autoriteit? Of wil ik leads? Nou, meestal heb je de leads al, heb je de contactgegevens al en wil je dus, wat mij betreft, meestal gewoon een openbaar zetten. Maar dat is aan jou. Als grote manager moet je goed weten wat je hiermee kan en dat dit een heel mooi middel is om uiteindelijk dus veel leads te gaan genereren. Want nog steeds verwachten we toch wel voor de meeste branches al snel 50 tot 100 aanmeldingen. Dat is wel een beetje waar je naar moet streven. Dan heb je weer een mooi aantal marketing-qualified leads waar sales mee aan de slag kan. Succes!